Ik ben Jeroen Straver. Ik werk bij de gemeente Westland als beleidsmedewerker. En ik hou me daar bezig met energietransitie en circulaire economie. In de kern komt het erop neer dat we CO2-arm moeten gaan produceren. De wereldbevolking groeit heel snel. De grondstoffen zijn beperkt en de milieuvervuiling neemt toe. Dus wat we moeten doen is zoeken naar oplossingen om dat te veranderen. En juist in het Westland kunnen we daar een voorbeeld voor zijn. We zijn uniek in het telen van producten. Daarvoor gebruiken we ook diverse grondstoffen. Dat is nu nog bijvoorbeeld vanuit fossiel gedreven gas om kassen warm te maken. Ja, dat willen we juist gaan veranderen. Daar willen we alternatieven voor, zodat we ook een voorsprong hebben en als voorbeeld kunnen gaan dienen voor de rest van de wereld. Het mooie van het werk als beleidsmedewerker in Westland is dat je overal komt, dat je iedereen spreekt en dat je van alles ziet, bezig bent met problemen die wereldwijd spelen, maar waar we gewoon op lokale schaal echt iets kunnen betekenen. Het doet ertoe. Dat vind ik het allermooiste. Als medewerker van de gemeente Westland, ja, we zijn een overheid. En voor ons is het belangrijk dat we open zijn en het belang van de burger altijd voorop hebben staan. En dat betekent gewoon dat je in je werk verantwoordelijkheid moet tonen. En je moet zorgen dat je het algemeen belang altijd blijft behartigen. Dat is het voornaamste waar we voor staan.